Goedemorgen, fijne CX-rijertjes. Vandaag gaan we de operatie van de carburateurs doen. Amerikaanse sproeiers, die krijg je er niet uit. Nou, jullie niet, maar ik wel. Dat gaan we voorzichtig doen. Ik heb gisteren al een probleem gevonden van deze carburateur. De gasschuif zat vast, Benry, dus dat was al een reden waarom het niet lekker liep. Maar we willen uitsluiten. We willen nog meer problemen oplossen. Ik zal even kijken of ik... Zo, hebben jullie ook beeld? Nieuwe boor. Rustig boren. Maximaal 8 mm diep. Ik kan het net niet zien. Oké. Ja, netjes. Die is al vrij diep. Laten we eens even kijken. Blijft altijd een risico. Ook voor mij. Wat we dan doen is er... schroefdraad intappen. Gebruik er ook een nieuw tapje voor. Absoluut niks anders. Dan draaien we er een M3 schroefje in. Zo ver mogelijk. Even kijken, kruiskopje erbij. Dat is geen combinatietank. Waar is mijn combinatietank? Kijk, bewijs. Ja, dit krijgt hij nooit goed. Dit is al te veel troep en dat krijg je er niet uit. Er zit een heel klein gaatje in. Dus die ben ik blij om dat die eruit is. Gaan we naar deze. Dus dit is ook al een van de problemen die je gewoon niet opgelost krijgt. Letterlijk niet. En dan kun je lang blijven kloten, maar je moet dat er gewoon uithalen. Ik heb de carburateur een beetje bij hand warm gemaakt. Deze zit vaster. Hij komt al volgens mij. Kijk. Dat is al te veel troep wat op mijn vinger zit. Het is gewoon te veel troep. Dat meen ik serieus. Dat moet echt schoon zijn. En dan moeten jullie me van me aannemen. Er zit inderdaad, zie ik, als het schoon is kun je tot aan de bodem kijken van dat gaatje. En ik heb gisteren een remreiniger erin gespoten. En dat kwam er nergens uit. Kijk, zag je dat? Daar komt wat uit. Nou zie ik tenminste wat. Gaan we deze ook proberen. Let op die CO2. Kijk. De tinder heeft wel zijn werk gedaan. Maar dit gaatje hierin is zo klein, daar kun je wel doorheen blazen, maar er is niet genoeg flow. En je blaast het troep hier ook niet weg. Dat blijft daar zitten. Dus je moet dat goed schoonmaken.
Nu gaat hij weer de tinder in. Dat was hem dan eventjes. Hij gaat weer de tinder in. Jullie hebben het voor zover wel gezien. Nu ga ik deze dingen met een schrapertje schoonmaken. Dat zijn hele dunne naaldjes. En waar ik die heb laten liggen weet ik even niet, maar die zoek ik er wel bij. Ah, hier kijk. Dat zijn hele dunne naaldjes. Je moet echt de dunste hebben. Zo'n setje is niet goedkoop. Dit kost je al een eurotje of 30 gemiddeld. En daarmee kun je schrapen. Niet te veel, hè, want je moet wel de maat van 45. Dit is de Slowjet 45 Amerikaanse stijl. Dus die gaan we dan schoonmaken. Weken laten weken in de tinnen, doorblazen, een perslug, remmen reinigen, dat soort dingen. En ondertussen ruim ik even mijn speciaal gereedschap op. Tot zover de cabreteurs. Ben 3, we gaan weer verder. Tot de volgende keer.